Daryl, 2-2 gelijk tegen FC Dordrecht. Wat voor gevoel sta je hier? Ja, zwaar teleurgesteld natuurlijk. Vooraf verwacht je veel meer van deze avond. Wat ging er allemaal mis in de eerste helft? Ja, een hele hoop denk ik. Ik denk als je ziet hoe de goals weggeven. Eigenlijk hoe we aan de wedstrijd beginnen. Heel twijfelend, moeizaam. Slordig aan de bal. Dan was dat gewoon niet goed. Tweede helft was al een stuk beter. Heb je zelfs nog kans om te winnen. Ja, wat was er dan het verschil tussen de eerste en de tweede helft? Ja, lastig te zeggen. Misschien is het toch een bepaalde schroom die we dan van ons afgooien. Weet je, 2-0 achter. Het loopt niet goed. En dan zie je wel dat we uit een ander vaatje tappen. Alleen, het zou zo lekker zijn als we dat een keer vanaf het begin doen. Je maakt zelf wel een werelddoelpunt. Kun je daar nog wel van genieten op zo'n avond? Ja, tuurlijk. Weet je, achteraf kijk je me nog wel een paar keer terug. Alleen, ik zei net ook al, ik had hem graag ingeruild voor 3 punten. Ja, die 3 punten waren erg lekker geweest. Aan de andere kant, vrijdag is alweer de volgende. Is dat lekker dat het zo snel komt? Ja, op zich wel. Weet je, we moeten gewoon positief blijven met z'n allen. Er zijn nog genoeg wedstrijden te spelen. Weet je, het zijn alle clichés, maar we moeten gewoon vol gaan knallen met z'n allen. En dan heeft het weinig nut om heel negatief met elkaar te worden en alles af te branden wat we tot nu toe gepresteerd hebben. Het moet anders en het zal anders gaan. Dus vrijdag beter starten? Ja, absoluut. Dat lijkt me duidelijk.